bidden op zoek naar wat God weet, wat onze noden zijn, wat zijn wil voor ons dan ook is. Maar dan vervolgens ook, indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Blijven binnen zijn wil, als we die wil dan kennen, is dan ook een voorwaarde dat dat gebed beantwoord kan blijven. Maar dan een beantwoord gebed, Daniël hoofdstuk 9. Als het gebed beantwoord wordt, zien we hier een voorbeeld van. Terwijl ik nog sprak en bad en mijn zonde en de zonde van mijn volk Israël beleed en mijn smeking over de heilige berg mijn schots uitstortte voor de Heere mijn God. Terwijl ik nog sprak in het gebed kwam de man Gabriël, die ik tevoren gezien had in het gezicht, in ijlende vlucht, tot vlak bij mij op de tijd van het avondoffer. Daniël is hier in gebed en terwijl hij nog aan het bidden is, nog geen amen gezegd heeft, bij wijze van spreken, is hier al de engel Gabriël die komt als antwoord op het gebed wat hij op dat moment nog aan het bidden is. En het zijn natuurlijk teksten die we wel mooi vinden om te lezen. Dat als wij persoonlijk in gebed gaan, dat dan onmiddellijk het antwoord komt. Ik heb die ervaringen zelf ook wel eens gehad. Ik was de sleutel kwijt, ik bid en terwijl ik aan het bidden ben, komt het antwoord. En ik weet opeens weer waar de sleutel ligt die ik daarvoor niet wist. God kan onmiddellijk antwoorden op een gebed, Daniël hoofdstuk 9. Maar het kan ook zijn, Daniël hoofdstuk 10... dat er wat tijd overheen gaat. In die dagen bracht ik Daniël 3 volle weken door met rouwbedrijven. En dan lezen we waarom. Hij zeide tot mij, vrees niet Daniël, van de eerste dag af dat gij uw hart erop gezet had om inzicht te verkrijgen. En om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Pers stond 21 dagen tegenover mij. De woorden zijn wel gehoord, maar het antwoord liet even op zich wachten. Soms zegt God tegen ons even geduld, AUB, voordat het antwoord komt wat hij wil geven op ons gebed. Maar het kan ook nog anders zijn. Matteüs 26 lezen we over Jezus die zelf in gebed gaat. Hij ging een weinig verder. Hij wierp zich neer met het aangezicht ter aarde en bad zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze beker mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Matteüs 26, Gethsemane, waar Jezus bidt, 3 maal in gebed gaat, de discipelen daar slapen. Sommigen van ons kennen dat verhaal wel zoals het daar staat. Maar Jezus bidt hier en hij vraagt als het mogelijk is, zou dan dit mogen gebeuren, dat die beker mij voorbij zal gaan. Maar dat gebed is, als ik het zo mag zeggen, tussen aanhalingstekens, niet beantwoord zoals hier dat naar voren wordt gebracht. Die beker is Jezus niet voorbij gegaan. Hij bidt, maar hij bidt er ook bij gelijk gij wilt. Hij zegt hier niet tegen God, doe het zoals ik als mens dat zou wensen, maar dat het gaat zoals God het zelf wenst. Dus als we even een subconclusie kunnen concluderen over het gebed. Er zijn voorwaarden voor, ik heb net een aantal gezet vanuit de schrift, maar niet alle gebeden worden, al zouden we aan die voorwaarden wel of niet voldoen, onmiddellijk beantwoord en bepaalde gebeden niet zoals wij vragen. Dat was even hier een subconclusie tussentijds over het gebed op zich. Was het een beetje te volgen wat ik hier zo naar voren breng? Als er vragen of opmerkingen zijn, onderbreek mij gerust. Dan kunnen we daar even over spreken. Want anders zou ik nu doorgaan naar het tweede aspect hier van gebed en genezing. Want als we nadenken over dat gebed, zoals we dat nu hier even kort geschetst hebben, gebeden worden beantwoord, sommige mogen even op wachten en er zijn ook gebeden die niet beantwoord worden. Waarom hebben we dan soms het idee dat als we bidden om genezing, dat het wel en altijd zoals wij wensen beantwoord zou moeten worden? Dan stel ik de vraag, mag God misschien God zijn? En wat ik daarmee bedoel, wil ik hier nu met u iets verder gaan uitdiepen. Want in Jesaja hoofdstuk 55, daar lezen wij, zoek de Heere, terwijl hij zich laat vinden, roept hem aan, terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Als we God God willen laten zijn, zijn genade, vergeving staat dan natuurlijk voorop.
Maar er staat hier dan ook bij, als we verder lezen, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Zoals we spreken over gebed en genezing, mag we dan ook eens denken aan die woorden die hier staan in Jesaja 55. Zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet wederkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde. Hij maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en dat volbrengen waartoe ik het zend. God is bij machte om wat hij spreekt, wat hij zegt, tot stand te brengen. Maar dan zou ik willen vragen, als wij bidden om genezing, mag God dan daarin misschien God zijn? Want zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hij kijkt verder dan dat wij kunnen kijken. En soms komen we dan in een situatie terecht dat we misschien niet helemaal kunnen volgen of begrijpen of snappen waarom het zo gaat als het gaat. Maar kunnen we terugkijkend daar toch concluderen dat de Heere het beste met ons heeft voorgehad. Nubirea belt. Ja, lukt het? Ja, oké, in orde. Dus goed. Gods gedachten zijn niet altijd onze gedachten en het is dan aan ons hoe wij ermee omgaan als God andere gedachten heeft dan wij zelf. En willen wij dan ook, als wij bidden tot God, hem, God, daarin laten zijn. Nu als we spreken over genezing en dat gebed tot God richten, dan hebben wij meestal toch in ons achterhoofd, en als we bidden kennen we vaak ook wel een beetje wat de Bijbel erover schrijft, dat Jezus rondging om de mensen te genezen. Het motief voor de genezing van Jezus, waar we even naar willen kijken in Matteüs 9, wat hier dan staat geschreven. In een schip gegaan zijnde stak hij over en kwam hij in zijn eigen stad. En zie, men bracht een verlamde op een bed liggende tot hem. En daar Jezus hun geloof zag, ze hadden voldaan aan de voorwaarden van het gebed, zeide hij tot de verlamde, houd moed mijn kind, uw zonden worden vergeven. En zie, sommigen der schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. En dat Jezus hun overleggingen kende, zei hij, waarom overlegt gij kwaad in uw hart? Want wat is gemakkelijker te zeggen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Maar opdat gij weten moogt dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide hij tot de verlamde, sta op en neem uw bed en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar huis. En toen de scharen dit zagen, vreesden zij en zij verheerlijkten de God die zulke macht aan de mensen gegeven had. Jezus geneest hier die verlamde die tot Jezus gebracht wordt. En maar al te vaak worden die teksten, en dit is er één van, maar er zijn er natuurlijk meerdere, waar Jezus geneest, naar voren gebracht en gezegd, kijk, Jezus geneest hier, hij kan het nog steeds en hij zal het ook voor jou doen, zolang we maar dat geloof hebben. Maar er staat hier ook bij het motief waarom Jezus dat toen, daar en in die setting en tijd deed. Opdat gij weten moogt dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. Jezus was hier op de aarde gekomen met een speciaal doel om dat te realiseren. Hij was gekomen om de zondeprobleem op te lossen, de zonden te vergeven van de mensen, dat ook technisch gezien mogelijk te maken. Maar hij genas daar op dat moment de mensen, zodat men zou zien en kijken van wow, dit is iets bijzonders, dit kennen wij niet. Hier gebeuren zaken die wij niet kunnen verklaren, dit moet wel van God komen. Een bevestiging dat hij de Zoon des mensen is. Maar als we dat eens zouden vertalen naar nu vandaag de dag, hoe zou het zijn als we nu een gebedsgenezer zou rondtrekken en iedereen wordt daar genezen en even geeft de zonde van de mensen. Want wij lezen dit en projecteren dat op vandaag de dag, maar de gedachtegang van de mensen van toen met betrekking tot ziekte en zonde en zo verder is een andere gedachtegang dan wat wij nu vandaag de dag tegenkomen als we met de mensen om ons heen in aanraking komen. Waar Jezus was in een Joodse maatschappij waarin vrijwel iedereen gelovig was, of tenminste daar goed mee op de hoogte was.
En daar komt dan Jezus die de mensen geneest in een setting waar men ook dacht, zoals we kunnen lezen bij dat verhaal van de blindgeboren in Johannes hoofdstuk 9. Wie heeft gezondigd? Hij of zijn ouders? Dat werd direct aan elkaar gekoppeld en gelinkt. Jezus komt en hij geneest opdat gij weten moogt dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven. Hoe zou dat zijn vandaag de dag als nu iemand rondgaat en geneest en zo verder? Wat zullen de mensen zeggen? Het is iets om voor onszelf eens over na te denken hoe mensen in uw omgeving zouden reageren als u aan de mensen gaat vertellen, we hebben gebeden en die is genezen. Ik denk dat de meeste reacties die ik mij kan voorstellen van mensen, dat binnen de kerk is dat misschien iets anders, maar daarbuiten, dat men toch vaker zal zeggen, ja, het zal wel, ja, een medisch wonder misschien, maar meer dan dat. Dat zijn toch reacties in ieder geval die ik zelf daarin gehoord heb. Maar dan als we hier lezen, dat dit motief hier aanwezig was als Jezus genas, zal dat dan ook zo blijven. Nu, als we lezen in Matteüs hoofdstuk 10, dan lezen we daar iets waar Jezus spreekt tot de volgelingen, de discipelen als hij hen uitzendt. Dan zegt hij, wijk niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen, begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Gaat en predikt en zegt, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet. Voorziet u niet van goud of zilver of koper in de gordels, van geen reiszak voor onderweg, van geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Dus wat zegt hij hier? Om niet hebt gij het ontvangen, geeft om niet, voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, geen reiszak, geen sandalen, geen staf en zo verder. Allemaal dingen om niet dan mee te nemen. Wat Jezus hier zei tegen de discipelen in Matteüs hoofdstuk 10. Maar als we lezen in hoofdstuk 22 van het boek van Lucas, dan lezen we daar. En hij zeide tot hen, toen ik u uitzond zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Ze zeiden aan niets. En hij zeide tot hen, maar nu, wie een beurs heeft, hij nemen die, zo ook een reiszak, en wie er geen heeft, hij verkopen zijn mantel en kopen een zwaard. Dus moeten wij nu vandaag de dag wel of niet meenemen, zoals Jezus het hier zegt, een beurs, om even bij dat onderwerp te blijven. Als wij nu erop uitgaan, moeten wij dan onze beurs meenemen, of zeggen, ik heb geen portemonnee nodig, de Heer voorziet wel in mijn noden, want hij heeft er 12 uitgezonden en ik doe hetzelfde. Welke van de twee moeten wij dan nu hier persoonlijk voor ons van toepassing brengen? Want Jezus zegt, maar nu, de omstandigheid is anders dan daarvoor. Wat we lezen in Hebreeën hoofdstuk 11, waar de lijst van geloofshelden wordt gegeven. Wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel, de profeten, die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen. Zij zijn in de oorlog sterk geworden, hebben hun vijandige legers doen afdeinzen. Zijn verhalen die we wel graag horen en lezen. Hoe machtig God kan werken door mensen heen. Maar in datzelfde hoofdstuk staat ook nog wat meer. Hebreeën 11 ook, dat er niet ontkomen. Want vrouwen hebben dan wel haar doden uit de opstanding terug ontvangen. Maar anderen hebben zich laten folteren. En van geen bevrijding willen weten. Omdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben. Anderen weder hebben haar hoon en gezelslagen verduurd, daarin boven nog boeien en gevangenschap. Ze zijn gestenigd, op zware proef gesteld, door midden gezaagd, met zwaard vermoord. Ze hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenverren, onder ontmering, verdrukking en mishandeling. Als we die twee nu naast elkaar zetten, is dat toch wel een behoorlijk contrast. Waarom bij de een zo en bij de ander, wat we hier dan lezen, dat ze nogal het een en ander te verduren hebben gekregen. Waarom krijgen die elk, als ik het zo mag zeggen, een andere behandeling?
Als we verder lezen, de wereld was hun er niet waardig. Ze hebben rondgedoold door woestijnen en gebergten in spelonken en de holen der aarde. Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons voor had, dat zij niet zonder ons tot volmaaktheid konden komen. Aan de ene kant lazen we dat zij zijn ontkomen aan het zwaard, aan de andere kant ze zijn gevallen door het zwaard. Het verschil van de twee komt erin naar voren. Waarom en hoe? Ik stel opnieuw de vraag, mag God misschien God zijn hierin? Want Romeinen 8, ten goede, wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Alle dingen, dan is dat ook alles. Als ik uitdagingen meemaak in het leven, dan herinner ik mijzelf aan deze tekst. En dan zeg ik, God doet alle dingen meewerken ten goede, dan ook dit. Wat het ook maar is, alle dingen doet God medewerken ten goede. Hoe hij dat doet, kan ik niet altijd verklaren. Waarom hij het op die manier doet, kan ik niet altijd verklaren. Maar God is God. En in dezelfde hoofdstuk, Romeinen 8, staat er ook, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Nu als we spreken hier, het onderwerp van vandaag over gebedsgenezing. Als je ziekte ervaart, lijden ervaart zoals het hier staat. Waarom zou het lijden wat hier staat niet ook kunnen behelzen dat je ziek bent en misschien dat ook een stuk zo dan blijft. In 1 Petrus 4 lezen we daarom, geliefden, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreden alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijn heerlijkheid. Als die vuurgloed die tot beproeving dient ons overkomt, is dat niet iets vreemds of raar? Het is iets wat zal gebeuren. Jezus zelf heeft immers ook geleden. En in dat opzicht, we lezen die tekst. Sommigen van ons hebben die tekst al vaker gelezen. Als die spreekt over beproevingen, zou het ook zo kunnen zijn dat ziekte of niet genezen worden ook een deel van zo'n beproeving kunnen zijn. In ieder geval, Job, hoofdstuk 42, lezen over de ervaring die hij had toen hij ook zijn ziekte heeft ervaren. En hij zegt dan aan het eind van het boek Job, ik weet dat gij alles vermoogt, dat geen uw plannen wordt verijdeld. Wie is het toch die het raadsbesluit omsluit, zonder verstand? Daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. En dan gaat hij verder, hoor nu, en ik zal spreken, ik wil u ondervragen wat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen, zegt dan Job, had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. Als we het verhaal van Job lezen, verschrikkelijk wat hij allemaal heeft meegemaakt, als een aardse bezittingen verloren, zijn kinderen verloren, zijn eigen gezondheid verloren, ziek. Maar als hij dit zegt, als we het boek in chronologische volgorde lezen, dan was hij hier nog niet genezen. Dat kwam pas later en toch zegt hij hier nu al, slechts van horen zeggen, had ik van u vernomen. In zijn voorspoed had hij van horen zeggen vernomen van God. Maar nu, zegt hij, heeft mijn oog u aanschouwd. En dat is toch wel iets bijzonders, als we erover nadenken, dat juist door die ziekte, dat lijden en die moeilijkheden heen, heeft hij hierin God gezien. En toen ik hierover nadacht opnieuw, moest ik denken ook aan een broeder uit de gemeente Hasselt, toen wij daar woonden, daarbij een gebedsavond kwam. Ik zie hem nog naar binnen komen, vol enthousiasme. Hij had die dag weer gefietst en veel folders verspreid. Maar na een tijdje werd hij ziek. En dan zie ik hem ook nog binnenkomen, langzaam schuivelend. Hij moest gebracht worden met de auto door zijn zoon. Maar hij wilde bij de gebedsavond zijn. En dan was de weg naar zijn stoel niet heel ver. Maar als hij neerplofte, was hij bijna uitgeput. En kon hij eventjes geen woord uitbrengen. Had kanker gekregen en het ging niet goed met hem. Maar hij zei een keer op een gebedsavond. En hij zei, het klinkt vreemd hè. Maar door mijn ziekte ben ik veel dichter tot God gekomen.
Ik ben dankbaar voor wat ik mag ervaren. Eigenlijk wat Job ook zegt, nu heeft mijn oog u aanschouwd. Hij is niet beter geworden, hij is niet genezen, hij is overleden en hij rust nu, als we dat in die termen mogen zeggen. Een andere ervaring lezen we in 2 Korinthe 12, waar Paulus spreekt en hij zegt, daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Wat zegt Paulus hier? Hij heeft driemaal gebeden, maar de Heer heeft gezegd, mijn genade is u genoeg. En die doorn in het vlees, zoals het hier staat, is hij kennelijk niet kwijtgeraakt daarin. Op een andere plaats schrijft hij nog, zie hoe ik met eigen handen u met grote letters schrijf. Waarschijnlijk had hij iets aan zijn ogen waar hij niet van genezen is. Maar dat is natuurlijk een suggestie die erin gedaan wordt. Ik weet niet of het zo is. Maar hij spreekt hier erover dat hij die doorn in het vlees in zijn lichaam ervaart. En hij heeft gebeden tot God. Maar het antwoord van God was, mijn genade is u genoeg. Het is toch goed om zo'n tekst ook in gedachten te houden. Wat is er? Wat zeg je? Oh. Maar mama is, kijk, mama is nog hier. Mama is nog hier, lieverd. Mama is nog hier. Ja, kom maar even. Meisje toch. Voorzichtig voor de kabels. Als mijn kinderen tot mij komen, probeer ik altijd hun gebeden te beantwoorden. Maar het gaat niet altijd zoals zij wensen. Of soms toch wel, zie ik. Dat kan ook nog. Goed, we spreken hier erover dat Paulus gebeden heeft tot God en het gebed niet beantwoord werd zoals hij daar gebeden had. Mijn genade is u genoeg. En ik moet denken aan deze tekst, een verhaal wat mijn vader mij meerdere malen verteld heeft over ene ome Gerrit. En ome Gerrit, die had last van zijn ogen gekregen, kon niet zo goed meer zien. En het was er een contact gekomen met goedbedoelde christenvrienden en die hadden tegen hem gezegd, bid tot God en je zult weer kunnen zien. Dan zag oma Gerrit wel zitten, dus hij ging in gebed, hij bad tot God, Heere, mag ik toch alstublieft weer goed kunnen kijken, want het is toch lastig als dat niet gaat. En dat het lastig is als je niet goed kunt zien, kan ik me wel goed voorstellen. Toen we in Amerika woonden, een aantal jaren bij een blinde meneer in huis gewoond. En die kon natuurlijk helemaal niks zien. En hij woonde al 25 jaar in hetzelfde huis. Maar nog dagelijks liep hij op tegen een deurpost. Of stoot hij zich aan een meubelstuk dat al 25 jaar er op dezelfde plek stond. Maar als je niet goed kunt zien, is het toch zeer lastig in het leven. Dus oma Gerrit wilde het ook weer vanaf. Dat hij weer helder en duidelijk en scherp kon zien. Dus hij ging in gebed, zoals de christenvrienden hem hadden gezegd. Maar er veranderde niets. Zij ging terug naar zijn christenvrienden en hij zei tegen hen, van ja, ik heb gedaan wat jullie hebben gezegd, ik heb gebeden, maar er is niks gebeurd. Ja, zeiden ze, maar dan moet je wel bidden met geloof. Want als je bidt met geloof, dan krijg je waar je om bidt. Ja, ze citeerden een aantal teksten vanuit de Bijbel. Dus oom Gerrit dacht van, ja, daar zit wel wat in. Zij ging terug naar huis, opnieuw bidden. Heere God, wilt u mij toch alstublieft genezen, dat ik weer volledig en goed kan zien. Ik geloof dat u het kunt doen, maar weer gebeurde er niks. Dus oom Gerrit ging weer terug naar zijn christenvrienden toe en zei, ik heb gebeden met geloof, maar weer is er niets gebeurd. Toen zeiden zijn christenvrienden, goed bedoeld ga ik vanuit, ja, maar je moet wel bidden met voldoende geloof. Eigenlijk moet je het gebed zo zien, als een soort magische formule. Je neemt één gebed met voldoende geloof en dan krijg je wat je wilt.
Ja, dacht oma Gerrit, daar zit ook wel weer wat in, bidden met voldoende geloof. Ze ging opnieuw in gebed met nog meer geloof, maar weer gebeurde er niets. En toen mijn vader dat verhaal zo aanhoorde van oma Gerrit, toen zei hij, van maar dan kun je de apostel Paulus de hand schudden. Oma Gerrit keek daar wel van op, die grote geloofsheld de hand schudden, jazeker, zei mijn vader. En toen las hij hem deze tekst voor. Paulus, die ook gebeden had, en dat God antwoordt, mijn genade is u genoeg. De kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. En we begrijpen dat niet altijd. Deuteronomium 29 zegt ook, de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, omdat wij al de woorden deze wet volbrengen. Niet alles begrijpen wij, niet alles kunnen wij volgen, zoals we al gezien hebben in de tekst van Jesaja, dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Maar hij laat ons voldoende zien om trouw aan hem te kunnen blijven. Maar dan is toch de vraag, als we dat allemaal zo samen nemen, hoe gaat God dan met ons om? Waarom wel, waarom niet? Waarom sommigen die een hele andere ervaring hebben, Daniel in de leeuwenkuil, en die daar dan gewoon weer uit mag lopen zonder dat hij geschonden is. Zijn drie vrienden in die vurige oven, die er ook weer gewoon uit kunnen wandelen zonder dat er zelfs maar een luchtje van het vuur aan hen is. We lezen die verhalen, denken geweldig, dat zie ik ook wel zitten. Maar dan als we de geschiedenis doorgaan, de eerste christenen, die ook voor de leeuwen werden gegooid en daar niet aan zijn ontkomen. De middeleeuwen op de brandstapel daar ook niet aan ontkomen. Waarom daar wel en daar niet? Op zich is dat een studie op zich, dat even dagen laten. Waarom breng ik dat hier naar voren? God besluit soms op andere momenten anders dan hij op een ander moment gedaan heeft. Maar waarom doet hij dat? Johannes hoofdstuk 3 lezen, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, want een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld veroordelen, maar wat de wereld door hem behouden worden. Jezus is gekomen om de wereld te behouden. Dat is wat God hier in wenst. Matthäus 18. Zo bestaat bij uw Vader die in de hemelen is, de wil niet dat een deze kleinen verloren gaat. God wil niet dat wij verloren gaan. Hij wenst ons behoud. 1 Timotheüs 2. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Wil God ons genezen of wil God dat wij behouden worden? De teksten spreken over behoud, maar behouden, erkentenis van de waarheid, niet dat we verloren gaan, behouden voor de eeuwigheid. Niet in eerste instantie dat wij allemaal in blakende gezondheid en als het nog even kan een dikke bankrekening erbij hier door het leven kunnen gaan. God wenst dat wij behouden worden tot erkentenis van de waarheid komen en dan is waar hij voor gekomen is. Ik moet daarbij denken aan een verhaal dat iemand mij een keer verteld heeft, een ervaring die hij heeft gehad. Hij zat in het vliegtuig. Het was een Amerikaan, die kunnen soms bravoerig spreken. Hij had het mooi verteld. Ik vertel het misschien iets minder mooi, maar waar het om ging was, hij zat in het vliegtuig, dat begon te schudden en naar beneden te gaan. Alarmbelletjes gingen rinkelen, ze moesten zo'n maskertje opzetten en zo verder. En toen zat hij daar in dat vliegtuig en dacht hij bij zichzelf, ja, wat gaat er nu gebeuren? Ja, we gaan naar beneden, ja, en dan, ja, misschien overleef ik het niet. Nou ja, als mijn tijd gekomen is, is mijn tijd gekomen. Soms kan het zijn dat onze tijd gekomen is. Op verschillende manieren kan die tijd gekomen zijn. Hij had het natuurlijk overleefd, anders kon hij het mij niet vertellen. Ik weet of hij zo kalm, vredig en rustig in zijn zetel in de vliegtuig zat als hoe hij het vertelde. Maar het idee wat hij vertelde was, onze tijd kan op een bepaald moment daar zijn, dat ons leven bij wijze van spreken voortijdig zou worden afgebroken. Daar kan een reden voor zijn. Maar wat God wenst is niet dat wij hier op aarde alles hebben zoals wij graag wensen, dat wij behouden zullen worden. Romeinen hoofdstuk 5, God echter bewijst zijn liefde jegens ons, zodat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door hem behouden worden van de toorn. De insteek waarvoor Jezus gekomen is, waarvoor hij zijn leven gegeven heeft,
is niet lichamelijke gezondheid of aards voorspoed, dat wij behouden zullen worden van de toren, dat wij mee kunnen naar dat nieuwe Jeruzalem. In Timotheus 1, dit is een getrouw woord in alle aanneming waar dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik, zegt Paulus, het eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse langmoedigheid zou bewijzen. Tot een voorbeeld voor hen die later op hem zouden vertrouwen ten eeuwige leven. De koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nu als hier Paulus spreekt dat hij ontferming heeft gekregen, dat hij langmoedigheid bewezen heeft gezien van Christus. Zorg eens even na te gaan, hoe was het leven van Paulus zelf, dat hij dit kon zeggen, en wat was zijn ervaring dan daarin? Want in zijn tweede brief aan Timotheus zegt hij, blijft gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, dat is natuurlijk ook inclusief lichamelijk lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. Wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd, en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Voorst ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te 10 dagen de Heer, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hij spreekt over de langmoedigheid, ontferming van Christus, maar hier zegt hij ook dat hij als een plengoffer geofferd wordt. Wat heeft Paulus allemaal meegemaakt in zijn dienstwerk voor de Heer? Hij vertelt erover in 2 Korinthe 11, dienaren van Christus zijn zij, met een vraagteken. Ik spreek tegen mijn verstand in, ik nog meer in moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker, in slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik 5x40 beneden slagen ontvangen, 3x ben ik met de roede gegezeld, 1 ben ik gestenigd, 3x heb ik schipbreuk geleden, en 1 heb ik doorgebracht in volle zee, telkens op reis in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. Hij heeft nogal wat meegemaakt als we dat hier lezen. In moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. En dan, afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik er dan niet zijn. Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in brand staan. Paulus deed het werk van een evangelist. Hij ging rond de liefde van Christus verkondigen. Hij sprak over de ontferming die hij zelf ervaren heeft. Maar wat was zijn ervaring in dat werk? Zou dan mogen concluderen van, ah ja, had hij er maar voor moeten bidden. Als hij er nou voor gebeden had, was het er niet overkomen. Of is er hier iets anders dan aan de hand? Want soms vragen wij ons af, en dat gebeurt nog wel eens, als gebeden niet beantwoord worden, gebeden voor genezing ook niet beantwoord worden, maar kan God dat dan niet doen? Nu, als we de Bijbel lezen, komt toch naar voren dat God almachtig is. Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt, en dat volbrengen waartoe ik het zend. Wat Jezus zegt, wat God zegt, dat zal gebeuren. Wat uit zijn mond komt, zal volbrengen wat hij dan ook gezegd heeft. En psalmen die spreken over de schepping, hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Als God spreekt, is dat een realiteit. Hij heeft die almacht. Want hij zegt ook, of het zegt ook in Jeremia 32, 27, zie ik de Heere ben de God van al wat leeft, zou voor mij iets te wonderlijk zijn. Hij is de God van al wat leeft, hij is de schepper, door zijn woord heeft hij alles geschapen, hij hoeft maar een woord te zeggen en het zal gerealiseerd worden en niets is voor hem daarin te wonderlijk, want Lucas 1 vers 37, geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen. God heeft zijn almacht, hij kan het tot stand brengen, maar tegelijkertijd is God ook alwetend. In Johannes 3, hieraan zullen wij onderkennen dat wij uit de waarheid zijn en hem voor hem ons hart overtuigen, dat indien ons hart ons veroordeelt, God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen. God is niet alleen maar almachtig om alles tot stand te kunnen brengen, hij is ook alwetend. Hij kent alle dingen.
Dat niet alleen, hij heeft ook voorkennis. Zo staat in Jesaja 46. Denk aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God, er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Ik die van de beginnende afloop verkondig en van ouds, wat nog niet geschied is, die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Die van de beginnen reeds de afloop verkondigt, hij ziet verder dan dat wij kunnen kijken. En dat niet alleen, hij kent ook ons wezen. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen met al mijn wegen, zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of zie Heere, gij kent het volkomen. God heeft voorkennis over gebeurtenissen die er komen gaan, en hij kent ons als persoon ook. Het is goed om dat in gedachten te houden als wij bidden tot God, dat hij ook ons hart kent. In Koningen 8, hoor gij dan in de hemel de vaste plaats uw woning en vergeef, grijp in en vergeld ieder naar al zijn wegen, daar gij zijn hart kent. Want gij alleen kent het hart van alle mensenkinderen. Handelingen 1, zij baden en zeiden, wijs gij, Heere, die aller harten kent, de ene aan die gij van deze twee hebt uitgekozen. God kent het hart van ons allemaal. Misschien zijn we er niet altijd even blij mee dat hij dat kent, maar hij kent daar de inhoud van. Alles is open en bloot voor zijn oog. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alle dingen liggen open en bloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Zoals God almachtig en alwetend is, mag God dan misschien God zijn. Hij kan in zijn alwetende wijsheid tot een besluit komen om zijn almacht al dan niet toe te passen, zoals hij ziet dat het beste is voor nu, maar vooral met het oog op ons eeuwig behoud. En dan kan het soms wel iets anders gaan dan wij zelf zouden wensen of zelf zouden denken, of wat wij het liefste zouden zien gebeuren. En ik moet daarbij denken aan een oude vrouw die mij eens een verhaal verteld heeft over hoe ze haar dochter verloren is. Haar dochter was een gelovige jonge vrouw. Ze was op een dag, als zij gaat winkelen, de boodschappen doen om te voorzien voor haar gezin. Zij komt thuis, zij pakt de boodschappen uit de auto, aan de achterkant de kofferbak. En er komt een dronken automobilist, die raakt haar en ze heeft het niet overleefd. En die oude vrouw van in de 90. Die vertelt dat dan, en ze heeft er natuurlijk nog steeds verdriet van, maar ze zei ook, jaren later begreep ik pas waarom God dat toegelaten heeft, dat dat gebeurt en haar dan op dat moment zo niet beschermd heeft. Zij, haar kinderen hebben allemaal het geloof verlaten. Zij had het niet kunnen verdragen als zij dat had zien gebeuren met haar kinderen. En dan weet ik niet hoe het met haar eigen geloof zo zijn gegaan. God kent ons wezen, God kent ons van binnen. Hij is voor ons aan het werk, voor ons behoud, voor de eeuwigheid. En dan kan het soms hier tijdelijk anders lopen dan wij zouden wensen. Maar bovendien, als we spreken over verlossing, volgens wat we in de Bijbel lezen, is dat doorheen de tragedie heen. Het volk Israël op de uittocht vanuit Egypte op weg naar het beloofde land ging door de Rode Zee heen. Mijn twee jongens zijn de laatste tijd bezig met teleporteerders. Vinden dat geweldig. En gaan mij allerlei vragen stellen van hoe kan dat en hoe kan dat. Als ze een filmpje hebben gezien daarover. Een paar knopjes indrukken. Iemand wordt opgepakt. En ergens anders zomaar neergezet. Dat is natuurlijk zoals wij weten. Trucage in de film en zo verder. Maar God zou dat hebben kunnen doen. Met het volk Israël. Hun opnemen en ergens anders weer neerzetten. We zien later in het boek Handelingen bijvoorbeeld dat Filippus geteleporteerd is geweest. Ik zal het bij zoons nog maar niet lezen, want dan zullen zij dat waarschijnlijk ook wensen. Maar God zou bij machten kunnen zijn om dat te doen, maar hij heeft hen verlost door die Rode Zee heen. Zoals het in Psalm 23 staat, door het dal van diepe duisternis. Mijn stok en uw staf vertroosten mij als ik daar doorheen ga. Dat is een beetje de strekking van wat daar dan staat. Maar het is er doorheen. Als we spreken over genezing, ziekte en lijden, dan willen wij graag worden verlost van. Dat we eruit geplukt worden, dat het allemaal opgelost is. Maar hier zien we naar voren komen dat God ook maar al te vaak verlost door de moeilijkheden heen. Zoals ook Jezus zelf die lijdensweg
gegaan is. Jezus heeft geleden, zoals het staat in Hebreeën 5, zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En toen hij het einde had bereikt, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Jezus heeft die weg gegaan, van lijden, de lijdensweg naar het kruis toe, heeft lichamelijk lijden ervaren en doorstaan totdat hij gestorven is. En daarom, als wij dat ook zouden ervaren, kunnen we tot hem gaan, weet hij wat we daarin meemaken. Maar tegelijkertijd mogen we dan ook daarin Jezus in berusten. Zoals er staat in Habakkuk hoofdstuk 3, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Staat hier niet bij over genezing of niet, maar de strekking van de tekst is denk ik wel duidelijk. Al zouden we niet krijgen wat we graag zouden wensen, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Want wij weten dat hij voor ons werkt, alles doet meewerken ten goede, voor ons eeuwig welzijn en ons eeuwig behoud. Nu, dat zijn zo wat gedachten, de kleine lettertjes van gebedsgenezing, algemene voorwaarden daarin. Is er een reactie op wat hier gepresenteerd is? Er kan meer over gezegd worden, maar dit is om een idee erover mee te geven. Ik heb begrepen, er is al wat geweest, er gaat nog wat komen. Dit is iets om daarmee in overweging bij te nemen. Zijn er reacties, vragen, opmerkingen? Ja. Ja. Het verschil ligt natuurlijk ook ten eerste in de persoon zelf. Blijf je geloven als je gebed niet beantwoord wordt? Blijf je God liefhebben als je niet van hem krijgt wat je wenst? Als je leest in Johannes hoofdstuk 6, waar dan Jezus erover spreekt dat hij het brood des levens is, het water des levens is. Dat is mooi als we dat lezen, maar kort daarvoor had hij 5000 gevoed met het eten en wilde ze hem koning maken. En Jezus heeft gezegd, nee, dat gebeurt nu niet. En dan spreekt hij erover dat hij het brood des levens is en zo verder, het lijden, wat er ook dan bij komt kijken. En dan lees je in Johannes 6, vers 66, dat van toen af verlieten vele discipelen hem, gingen ze niet langer met hem mee. Ze kregen niet wat ze zelf wensten. Jezus toonde hun iets anders en zeiden van, ja, maar daar hebben we geen zin in. Ik ga liever naar de McDonald's. Niet dat. Dus in dat opzicht hangt het van de persoon af of hij het wel of niet wenst wat God hem aanbiedt. En dan, waarom begrijpt de een het wel en de ander het niet? We begrijpen zelf ook niet altijd waarom God met ons op een bepaalde manier werkt. Soms openbaart God ons dat, maar ook niet altijd. En daarom is ook de tekst, als je die genoteerd hebt, Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn aan God. En als je dat daar kunt laten, dan begrijp je het misschien nu niet. Zul je het in de loop van de tijd misschien inzien, zoals die oudere vrouw van in de 90 wat ik vertelde met haar dochter, dat ze dat kon kaderen en plaatsen. Maar anderen zien dat misschien niet, maar misschien hebben we het ook niet nodig om te zien. Of kunnen we zelfs de gedachten niet verdragen als we zouden weten hoe, wat, waar en waarom precies. Dat zelfs te moeilijk voor ons zou zijn. God weet wat het beste daarin is, hij openbaart dat, maar willen we het aannemen? Maar soms openbaart hij het ook niet, omdat het beter is voor ons dat het niet geopenbaard wordt. Ja.
Evenzo mannen, woon met begrip met haar, samen, dus uw vrouw, geef de vrouw aan zijn zwakkere, haar, nee. U bent hier immers ook mede erfgename van de genade van het eeuwige leven, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dus bepaalde toestanden die thuis kunnen gebeuren, kunnen gewoon zorgen dat het bed niet boven het plafond gaat. Dat is een punt van 9 van God. Ik denk dat we daar ook moeten doen. Zeker. Daar staat hij ook, ja. Ja, dus hetgeen dat je zegt, we proberen het naast te leggen, naast de tekst van Jesaja 55, vers 8 en 9, dat je zegt, Gods wegen zijn niet onze wegen, Gods mysterie is een geheim, en zeggen van, als God, en dat is een feit, niet als, is een feit, dat geeft iedereen niet. Ja, het is voor ons natuurlijk toe te passen. Dus inderdaad, de tekst die alleen je naar voren brengt, heel belangrijk. Er zijn meer teksten die je naar voren zou kunnen brengen. Maar dit is zeker als u spreekt over in een groepsetting, heel belangrijk. Hoe ga je om met elkaar daarin? Zeker ook thuis. Nu is het wel een gevaarlijke tekst als je deze met vrouwen gaat lezen. Maar dat is persoonlijk toe te passen voor jezelf dan, waarschijnlijk. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar ik heb deze tekst een keer gelezen met een aantal jonge dames in een bijbelstudie. Er waren ook jonge mannen bij, die vonden het wel leuk. Maar een van de jonge dames die werd boos en die zei, ik ben geen broos vaatwerk. Wat denkt hij wel niet? Dus dan was dit denk ik heel goed toe te passen daarin, om daar kalm en rustig mee om te gaan. Ja, zeker. Maar we zien hier dat gebeden belemmerd kunnen worden. Ja. 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 Dus ja, God luistert niet, je mag spreken, hopen en tieren. Ja, zeker. Zeker. Er zijn een aantal woorden. Ik heb een aantal geschetst om aan te geven dat er voorwaarden aan het gebed zijn. Maar zelfs als die vervuld zijn, al die voorwaarden, dan kan het gebed nog wel eens niet beantwoord worden. En daar heeft God soms goede redenen voor, die wij op dat moment zelf niet zien. En ik moet daarbij denken aan wat een predikant een keer verteld heeft. Hij was voor een jongerencongres gekomen en hij sprak daar over het vinden van een partner. En hij vertelde toen hij jonger was. Hij zei, ik had een prachtig mooie jonge dame. Geweldig, ik was tot over mijn oren verliefd. Geweldig, ze was ook in de kerk. Heel gelovig en zo verder. En, maar ja, ze wilde niks met mij. Zo, ik ben gaan bidden tot de Heer, alstublieft, Heer. Ik ben zo verliefd, mag alstublieft toch een relatie worden. Maar het gebeurde niet. Het gebed was niet beantwoord. En toen zei hij, jaren later kwam ik haar ergens in kerkelijke sfeer en weer tegen. En toen ontmoette ik haar en toen viel ik op mijn knieën. Dank u God dat u mijn gebed niet beantwoord hebt. Dus in dat opzicht, als we over het gebed spreken, soms zien wij het zelf niet. Maar weet God beter dan wij zelf op dat moment. Natuurlijk als je dat van toepassing brengt op lichamelijke genezing, is dat een stuk gevoeliger. Maar zoals we ook gezien hebben, wat God wenst is ons eeuwig behoud, niet ons tijdelijk welzijn. Dat komt voor dat tijdelijke welzijn. En dan als we daarover spreken, ik denk dat een aantal van u
wel het verhaal van mijn broer hebben gehoord dat hij een keer gehouden heeft in Antschum in de kerk, hoe hij zijn eerste vrouw verloren is. Ik heb het natuurlijk van dichtbij meegemaakt. En als ik zo terugdenk aan hoe zij was in die periode, want dat is niet van de een op de andere dag gebeurd. Maar ze was ziek geworden, naar het ziekenhuis, allemaal moeilijkheden gehad. Was ze weer wat beter geworden. En toen een jaar later is ze dan weer ziek geworden en opnieuw overleden. Of nee, niet opnieuw overleden, maar toen is ze daadwerkelijk overleden. Maar ja, ze was de eerste keer ook bijna overleden. Maar in ieder geval, in die tijd, in dat tussenliggende jaar, heb ik haar echt zien veranderen. Daarvoor was ze gelovig, daarna was ze diep gelovig. Zo verdiept, ze was veel meer daarmee bezig. Ze was nog even spontaan en vriendelijk en zo verder, maar je kon zien, die leefde veel dichter met de Heer als die periode daarvoor. En als ik nu terug eraan denk en zie hoe dat gegaan is, nou ja, ik kan niet anders dan concluderen, zij is zo dicht tot de Heer gekomen dat de Heer gezegd heeft, het is goed, nu mag je slapen en het is klaar. Ze kwam uit een hele moeilijke achtergrond. Ze was niet opgevoed door haar eigen moeder. Allemaal moeilijkheden daarbij. Met haar zusje ging het moeilijk. Dus ze had ook moeilijkheden waar ze zorgen over had. En ik kan me voorstellen dat God dan op zo'n moment zegt, het is goed, ga maar rusten. Er zijn dan natuurlijk ook andere gevolgen aan waar we mee te maken hebben. Maar mijn broer die zei toen, en ik hoor hem nog die woorden zeggen, zij heeft het gered, nu ik nog. En dat is, kan ook een reden zijn waarom God zegt, het is goed, ik beantwoord die gebeden. Want wij hebben natuurlijk gebeden dat ze zou genezen en het weer in orde zou komen. Maar God heeft daar, als ik het zo mag zeggen, nee geantwoord. Voor haar was dat het beste. Zij is behouden. Voor zover wij daar natuurlijk over kunnen oordelen, is zij behouden daarin. En dat is het voornaamste en het belangrijkste wat God wenst. Ons eeuwig behoud, ons eeuwig welzijn. Dat komt eerst en dan komt de rest van wat wij vragen. Je bent lid van deze gemeente. En je bent jarig vandaag.